Ja, je moet toch wat met je spullen. We zijn nu in het Beatles Museum. En daar staat ongeveer 10% van mijn collectie uitgestald. En zoals je hier onder andere kan zien, gouden platen, kledingstukken, instrumenten, platen uit de hele wereld, merchandising. De meest gekke en leuke en mooie dingen zie je hier eigenlijk op een relatief kleine oppervlakte bij elkaar staan. Het is wat ik in bijna 40 jaar bij elkaar heb verzameld. Op mijn 15e verjaardag kreeg ik mijn eerste singeltje. Het singeltje Michel met aan de andere kant Curl. En ik vond er ook geen reet aan. Nog steeds niet. Ik vind nog steeds Michel een van de slechtste nummers die McCartney ooit gemaakt heeft. Toen later mijn schoolvriendje hoorde ik Hey Jude. Dat vond ik erg mooi. En toen hoorde ik Let It Be. En toen was ik verkocht. En toen ben ik beginnen te sparen. En toen ontdekte ik dat elk land eigen singeltjes uitbracht met andere hoezen. Dus ben ik eerst daarmee begonnen. Singeltjes zijn klein, dus ze zijn wat betaalbaarder. Want je moet hem met je zakgeld doen. Toen ontdekte ik dat het bij LP's ook het geval was. Dus gingen we ook op de LP's toeleggen. En toen ontdekte ik dat er ook illegale platen bestaan, de zogenaamde bootlegs. Nou, daar zijn er heel veel van en daar ben ik ook mee begonnen. Ook daar waren weer variaties in. En voor ik het wist had ik dus muren vol met uniek materiaal staan. Ik had heel veel kennis opgedaan met lezen en dergelijke. En ik bood mijn hulp aan een Beatles fanclub in Nieuwegein. Maar het was een fanclub van studenten. En ik had niet gestudeerd, dus volgens hen kon ik het niet weten. Zij wisten veel meer dan ik, want zij hadden gestudeerd en ik niet. En toen was ik zo boos om die arrogantie. Dan heb ik gezegd, ik zal u laten zien dat ik meer weet dan jullie. En nog sterker, meer weet dan wie dan ook. Dat is het begin geweest van, eerst dat ik een fanclub begon. Beatles Fan Records, dat was de eerste naam van de eerste fanclub. Later werd het Beatles Fan Next Generation. En toen ontdekte ik dat ik mijn informatie die ik had verzameld niet in een blad meer kwijt kon. Dus begon ik met boeken schrijven. En morgen, 2 november, er komen 43ste boek uit over de Beatles. Dus. Maar hoe heeft u het in godsnaam 43 boeken erover kunnen schrijven? En toch origineel? Steeds andere onderwerpen te gaan vinden. Het platenoverzicht, de illegale platen in kaart brengen. De singles over de hele wereld in kaart brengen. Wat ik met een Belgisch jongen heb gedaan. De belangrijkste concerten, de belangrijke solo-projecten. Ja, de lijst is eindeloos wat je aan variaties kan doen. Ik ben nu bezig met een nieuwe serie waarvan het eerste deel net uit is. En dat heet de Singles Collection. Dat betekent ook over elk singeltje een boek geschreven. Maar u schrijft dus niet inhoudelijk over ze of biografisch, maar hun levensverhaal en dergelijke. Ja, dat komt ook wel voor in het onderwerp wat ik behandel. Maar er zijn om en bij de 2000 boeken verkrijgbaar over de Beatles in de wereld. En die heeft u allemaal? Nee, ik heb er maar 700. Daarvan is een groot deel die dan allemaal zeg met het levensverhaal bezighouden. Die zegt, ik hoef het wiel niet opnieuw uit te vinden. Maar er is niemand die zich echt verdiept in de muziek. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. En dat is wat ik dus in mijn boeken dus benadruk. Van een boek die over de hele LP gaat. Hoe zo'n plaat tot stand is gekomen. Hoe de opnamesessies zijn verlopen. Of er afwijkende versies van zijn. Of ze ja waar je ze vinden kan. Om de fans wegwijs te maken in het enorme oerwoud van de Beatles. Want dat is het zo langzamerhand wel geworden. En hoeveel geld geeft u ongeveer uit aan de Beatles spullen? Oei, mevrouw zit erbij. Ik weet het niet. Ik heb wel tonnen uitgegeven in de loop der jaren. Dat wel, maar het blijft een investering. En, ik weet dat ik toen begon te sparen. Dat mijn vader toen verzuchtte van, ga toch eens sparen. Ik tegen hem zei van, ja, maar dat doe ik toch. Ik spaar toch. En die zag daar het nuttig van in. Maar inmiddels is mijn collectie zo kolossaal en zo enorm kostbaar geworden. Zoveel geld had ik nooit gekregen als ik het netjes op de bank had gezet. Zeker niet met die dalende rente vertegenwoordig. En wat gaat u ermee doen op uw oude dag? Nou, het is heel simpel. Ik ga ermee door tot het laatste zucht eruit doe. Iemand vroeg mij laatst van, wat gebeurt er als jij je laatste boek hebt geschreven? En toen zei ik, dan gaat die kist dicht. En zo zal het ook zijn. Ik bedoel, ik denk dat ik met mijn laatste kracht nog een letter in mijn computer typ om het gauw boek af te maken. En verdient u veel aan die boeken? Jawel, maar het geld wordt weer doorgeïnvesteerd in volgende projecten. Dat is natuurlijk een eindeloos verhaal. Het is natuurlijk ook zo dat als je op een gegeven moment al het gewone materiaal hebt, dan ga je steeds de lat steeds hoger leggen van materiaal wat je hebben wil. Ook voor het museum. En dus ook worden de items vele malen duurder. En dan moet je sparen om weer nog weer een duurder item te kunnen kopen. En zou u het later misschien doorverkopen of zou u het liever door willen geven in zijn geheel?
Dat weet ik niet. Dat ligt er natuurlijk aan hoe dat gebeurt. Stel dat de gemeente Alkmaar zou zeggen van het museum is zo langzamerhand zo belangrijk voor Alkmaar geworden. Wij willen het graag voortzetten in zijn originele staat zoals het is. Dan zou dat mooi zijn dat je dat achterlaat. Van de andere kant vind ik het ook prima als mijn vrouw en mijn kinderen de later heel luxe van gaan leven. Dat vind ik ook prima. Als ik weg ben, maakt het mij niet meer uit wat er mee gebeurt. Ik bedoel, als ik in een eeuwige jukebox terechtkom, dan kom ik de echte boys tegen. Dus dan is het wat anders.